In deze video gaan we kijken naar examen 2019, tijdvak 1, wiskunde B, HAVO. En we gaan kijken naar de vragen 10, 11 en 12. Nou, we hebben een derde graads functie, dat is f. En dan willen we weten, hoe ontstaat deze functie uit gx? Nou, als ik ga kijken naar fx en ik schrijf hem even als formule, dan kan ik, als ik ga kijken naar een half x min 2, dan kan ik daar ook van maken een half maal, tussen haakjes, x min 4. En als ik een half tot de macht 3 doe, ja, dan krijg ik dus 1 achtste buiten de haakjes. En dus ik heb meerdere manieren om dit aan te gaan pakken en dat laat ik ook even zien. Dus ik ga eens even kijken naar manier 1. Ik doe het volgende. Ik ga 2 naar rechts. En dan krijg ik tussen de haakjes x min 2 en dat tot de macht 3. En als ik dat vermenigvuldig met 2 ten opzichte van de i-as, dan heb ik fx. Ik kan het ook anders aanpakken. Ik kan ook zeggen, ik ga vermenigvuldigen met 2 ten opzichte van de i-as. En dan ga ik 4 naar rechts. En als je het dan uitschrijft, dan heb je weer keurig staan fx. Ik kan ook aan de slag met de derde variant. Dus wat ik doe is het volgende. Ik ga bijvoorbeeld 4 naar rechts. En ik ga vermenigvuldigen met 1 achtste ten opzichte van de x-as. En oplettenden zullen misschien ook wel zeggen, ja, maar die twee stappen kun je toch ook omdraaien? En ja, dat is waar. Uitschrijven en dan heb je weer fx. We gaan naar vraag 11. En daar staat, de grafiek van f snijdt de x-as in het punt a. Dus snijpunt x-as, a is 0, dus we kunnen achter punt a komen. Dan neem ik links en rechts de derde macht wortel. En dan heb je al heel snel punt a. We gaan verder kijken, want het is zo, de grafiek van f heeft een horizontale raaklijn in a. En als je het hebt over een raaklijn, dan heb je het over i is ax plus b. En als deze raaklijn dan horizontaal is, dan is de helling dus gelijk aan 0. Dus als ik ga differentiëren en ik ga die x dan vervangen door 4, dan moet ik uitkomen op 0. En dan heb ik dit dus bewezen. Dus we gaan differentiëren. Dus komt er een drietje voor, van die 2 gaat 1 af, hè, van de exponent. En dan ga je nog vermenigvuldigen met de afgeleide van een half x min 2, vandaar die keer een half. Oké. Ik ga nu die x vervangen door 4 in de afgeleide functie en dan kom ik uit op 0. Dus ik heb deze vraag beantwoord. De grafiek van f heeft een horizontale raaklijn in punt A. Nou, ik heb hier ook nog een lijn L en dat is een half x min 2 en die snijdt de grafiek, behalve in punt A, ook in P en Q. En we moeten dus berekenen hoe het zit met de lengte van PQ. Dan heb ik nodig punt P en punt Q. En als ik punt P en punt Q heb, dan kan ik aan de slag met Pythagoras. Maar ik ga natuurlijk eerst een vergelijking maken, want ik ga fx gelijkstellen aan lijn L. En dat is misschien voor sommigen een beetje lastig, maar als ik nou die een half x min 2 vervang door p, dan staat er eigenlijk p tot de macht 3 is p. En dat kun jij oplossen, want als je die p naar de linkerkant brengt, dan heb je dus staan p tot de macht 3 min p is 0. En deze twee termen hebben een p gemeenschappelijk, dus die kun je eruit halen. En dan heb je al heel snel, p is 0 en p in het kwadraat min 1 is 0. Nou, dat heb ik hier dus gedaan zoals je ziet. Even eentje terug. Kijk. En nou denk je misschien van, ja, dat klopt wel, maar waarom doe je het zo en waarom doe je dat niet zo?
Nou ja, als je het zo doet, dan maak je het jezelf denk ik een beetje lastig. Dus laten we dat maar niet doen. Oké, ik zie dus nu dat deze twee termen hebben gemeenschappelijk een halve x min 2. Dus die kan ik eruit halen. Dan krijg ik daar tussen die twee rechte haken, krijg ik natuurlijk een halve x min 2. Hè, tussen haken in het kwadraat en min 1. Dus een halve x min 2 is 0. Of een halve x min 2 tussen haakjes in het kwadraat min 1 is 0. Dus x is 4. Maar ja, dat is de x-coördinaat van punt A. En een halve x min 2 tussen haken in het kwadraat is 1. Dus als je nou links en rechts de wortel neemt, dan vind je dus een halve x min 2 is min 1 of is 1. En als je dat dan gaat uitwerken, dan vind je dus x is 2 en x is 6. Dan heb je eigenlijk ook al punt P en punt Q te pakken. Want als ik dat dan even ga invullen, dan vind ik i is min 1 en ik vind i is 1. En dan kan ik verder. Want ik kan nu bepalen hoe het zit met de afstand tussen P en Q. En dat doe ik dan met Pythagoras. Dus ik ga het verschil nemen in x en in y. En ik mag afronden op twee decimalen. En dat ga ik dan ook maar doen. Want anders heb ik niet alle punten. En dan kom ik uit op 4,47. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze video. Tot de volgende keer.